Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Zoals je kan zien zit ik op een hele andere plek. Ik heb heel mijn setting omgebouwd. Bam, dus ik zit nu op deze plek te gamen. En vandaag gaan we de twee grootste droepies ontmoeten uit de wereld van Pokémon. Nadat wij het zwaard en het schild hebben teruggelegd voor Zacian en Zamazenta. Ja hoor, en daar zijn ze weer. Ik moet weer even hun ass gaan kicken. En als je zou moeten kiezen jongens, welk haar zou je dan kiezen? Zou je dan het haar van Sordward of het haar van Shielbert kiezen? Je moet verplicht 3 dagen rondlopen met zo'n kapsel. Welk kapsel zou je kiezen? Ja, ik denk dat ik dan zelf toch maar voor het kapsel van Shielbert ga. Dat is dan toch net even iets normaler dan dit penen uit je gezicht. Ja, dus Henky en Shanky die hebben het zwaard en het schild gestolen. En nu moeten we gaan battelen. En als het goed is heb ik nog wel de goede Pokémon op nummer 1 gezet. Oh, what? Sirfetch'd. Juist ja. Oh, ik heb mijn Pokémon ook niet geheeld. Lekker bezig, Rick. Heerlijk gedaan weer, jongen. Lekker voorbereid. Ja, ja. Oh, ja, ja. Oké, en daar ging Smeagol al. Ja, lekker dan. Oké, kijk. Thor is ook nog gepoisoned. Davy Jones bijna dood. In ieder geval, ik zal vast en zeker sneller zijn. Ja hoor. En dan gaan we hem vast en zeker ook gewoon slopen, die Sirfetch'd. Ja, toch wel een beetje jammer van de rest. Maar misschien lukt het ook wel, terwijl ik me helemaal niet heb voorbereid. Dus even kijken hoeveel pijn Snipeshot je nu doet op hem. Waarschijnlijk niet al te veel. Oh. Lekker hoor. Oké, Golisso potje is de volgende. What up, man? Snipeshot is not very effective, maar ik ga het lekker toch proberen. Oh ja, die first impression altijd, hè. Ach, die is echt vervelend, die move, jongen. Let's go. Snipeshotje erbovenop. Oké, dat had beter gekund. Nu ga ik voor U-turn. Let's go. Dan is die wel... Oh man, dit doet ook geen pijn. Shit, ik dacht dat dit wel kon. Dan ga ik even voor Jennifer, jongens. Hij doet nu X-Scissor. Oké, die doet normaal wel pijn, maar niet op Jennifer. Dus dat is nice. Dan gaan we even door met een crunch. Ah, Sucker Punch doet hij ook nog. Hey, Droppie, wil je alsjeblieft even kappen met dat geouwe hoer? Doei, Golisopod. Ga er maar vandoor. Later, tot de volgende keer. Outfit is niet zo. En nu, Doublade. Nou, dan gaan we even crunchen, want dat is super effectief. Oef, net niet de helft. Dat is nou weer jammer. Oké, nog een crunchje erbovenop. Zijn defense is net naar beneden gegaan, dus ik denk dat ik hem heb. Ik heb hem. Bye bye, Doublade. Nou, zie je, zelfs zonder voorbereiding gaat dit lukken. No problemo. Thor gaat naar leveltje 63. En ja hoor, daar is Golisso potje weer. Ja, dan wist ik al dat hij hier voor Sucker Punch zou gaan. Zo irritant is hij wel. Maar boeit niet, jongen. We gaan hem slopen. Hurricane erbovenop. En Golisso potje is ook weg. Zijn we al klaar nu? Of heeft hij nog meer Pokémon? Hoppakee. En hij heeft verloren hoor. Ja, doe maar stoer. Doe maar stoer, jij loser. Ja, Hoppie heeft dus verloren. En dat is best wel jammer. Het zwaard hebben we nu terug, maar het schild nog niet. Het schild wordt meegenomen door deze Henkies. En eenmaal aangekomen hier in het laboratorium van professor Sonia, komen we die andere chick ook tegen die echt niet te vertrouwen is, die assistent. Hij is echt degene die heel de boel gaat belazeren, jongens. En vervolgens moeten we even naar de grasgym om hier te komen helpen. Want daar is je boy Milo. Maar Milo kan er niet alleen. Jullie weten het waarschijnlijk al, maar door Sordward en Shielbert gaan allemaal Pokémon nu Dynamaxen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We moeten ze allemaal even on-Dynamaxen. En dat gaan we even doen met deze Giant Squid. What up, Octo? Hoppakee, pyroballetje erbovenop. Lekker bezig. Hé, hey, Hoppie snapt eindelijk het leven. Hoppie snapt hoe die moet battelen. Daar ga je, daar ga je. Max Hailstorm. Oké. Like, what? De Pokémon van Hop is beter dan mijn Pokémon? Dat kan niet, hè? Dat kan niet. Wil jij het even finishen dan? Nee, jij doet niks? Nou, lekker dan. Bedankt aan Milo voor de hulp. Nou, Hoppie, lekker. Nog een pyroballetje. Lekker gedaan. Doe je goed, vriend. En bedankt. Serena is klaar. Nou, arme Serena. Hebben we je nou gewoon keihard gesloopt, joh. Oh my gosh, daar zijn ze weer, hoor. De gasten met het lelijke haar. Ze gaan nog meer los. Ik vind het zo sneu, hè, dat ze achter zo'n toonbank gaan staan. Kijk, ze nou staan daar achter het glas, soort van, hé, hier zijn we veilig. Hier kunnen jullie ons niks doen en wij zijn stoere mannetjes. Maar eigenlijk zijn wij gewoon losers. En door naar de gym van Nessa. Laten we een van mijn favoriete gymleaders ook maar even gaan helpen dan. Hoi Nessa, let's do this. Garados. Ik wilde dus eigenlijk Lantern pakken voor deze battle, maar als ik met Lantern een aanval doe, dan damage ik gelijk iedereen. Dat is ook heel mijn team. Dus ik dacht, ja, dat vind ik zielig. Laten we maar gewoon even met Octillery blijven spelen. Oh, Oké, daar ging Scorbunny gewoon in één keer door de Max Rockval van Garados. Het was natuurlijk Cinderace, jongens. Het is geen Scorbunny meer. Het is al lang een Cinderace geworden. Oké, dit gaat nog een dingetje worden misschien. Max Overgrowth is ook niet super effective. Dus ik denk niet... Ja, we doen helemaal niet zo heel veel damage. Potverdorie, man. Oké, en dit is dus heel naar. Nu wordt iedereen eerst geraakt door de Sandstorm. Allemaal animaties voor en zo. En dan wordt nog iedereen geheeld door mijn move. Dat duurt allemaal super lang. En dat vind ik wel echt een kritiekpuntje aan deze game. Hoppakee, throw choppy erop. En dan gaat Gyarados even crunchen. Maar Hoppie, heb je geen nieuwe Pokémon of zo? Mag je maar één Pokémon gebruiken? Waar zijn de rest van je Pokémon dan? Het duurt te lang. We battelen al een tijdje. En ik wil die Gyarados wel slopen, maar het lukt niet. Het duurt te lang. Wow, met 1 HP. Is die bijna kapot? Nu eindelijk gaat hij neer. Lekker, oké, helemaal top. Yo, Kabu, what's up, my man? Alles goed, vriend? Intellion, let's go! Max Gazer! Ja, doe niet zo heel veel damage. Omdat het natuurlijk de zon hier heel fel scheen, maar nu regent het. En normaal hou ik niet voor regen, maar nu wel. Hoppakee, die andere twee doen ook even de best. Hoppakee, Santiscorch doet crunch. Oké, hij is bijna voor de helft down. Lekker. Dan nu een Max Quake. Niet op mij, hè? Nee, op Cinderace. Daar gaat hij weer, jongens. All out. 1 HP over. Lekker Cinderace. Oké, daar gaan we, jongens. Ik denk dat ik Torkoal nu wel sloop, hoor. Ik denk dat dit wel moet lukken. Hoppakee. Ja hoor, want het regende nu natuurlijk. Dus het deed veel meer damage. Torkoal is ook al weg. Lekker. Anyway, Kabu is ook weer blij, want die hebben we ook weer geholpen. Ja, en toen werden we weer teruggeroepen naar Professor Sonia. Want Henky en Shanky, die zijn nu opeens weer hier, hoor. En nu moeten we Henky en Shanky hier even zien te verslaan. Kijk ze nou zitten, jongen. Ik verbaas me elke keer weer over hoe zij daar zitten. Zo comfortabel en zo. Oh, de arrogantie. Als er iets is waar ik niet tegen kan, is het arrogantie, jongens. Yo, weirdo's. Kom battelen dan. There we go again. En ik heb weer niet van tevoren goed opgelet. Uiteraard niet. Want ik heb niet steeds Mitote als eerste in mijn team. Ik denk dat Golisopod mij aan gaat vallen. Die doet inderdaad First Impression. Ik deed Sucker Punch. Maar First Impression gaat dan toch voor Sucker Punch blijkbaar. Lekker dit. Dus dan kan ik weer niet aanvallen nu. Dat is balen. Dus even kijken wat Bronzong gaat doen. Die gaat voor Light Screen. Dus die gaat voor de verdedigende tactiek. Weet je wat? Ik ga eerst wel eventjes voor Rain Dance. Terwijl Golisopod voor Sucker Punch gaat. Ja, en dan is Dubwool alweer down. Oh, Dubwooletje. Drup, 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 drup. Laat het regenen. Oké, Bronzong doet extra sensory. Ja, dat doet pijn. En Hoppie gaat voor Corviknight. Nou, dan ga ik nu maar gewoon voor de Snipeshot op Golisso potje. En dan is die ongetwijfeld wel voor de helft kapot, toch, jongens? Ja, kijk, hij is in ieder geval voor de helft kapot. Dan gaat hij weg. Opzouten. Wegwezen. Toedeledokus met je hoofd. Ja, en Bisharp, die sloopte weer in één keer. Die konden we gewoon in één keer kapot maken met Snipeshot. Terwijl Bronzong nu voor Hypnosis gaat op mij. Ach. Oké, als jullie het zo willen spelen, dan gooi ik gewoon de Pokémon die ik wil, oké? Deze gaat je helemaal kapot maken, vriend. Lekker bezig, Corviknight. Bisharp gaat voor een Night Slash op Corviknight. En Bronzong gaat weer voor Hypnosis. Ga je dat weer op mij doen? Nee, nu op Corviknight. Ik denk dat we die Bronzong even uit de weg moeten ruimen. Ja, alhoewel, als we Bisharp slopen, dan kunnen we dat gewoon met één klap doen. Die gaat nu sowieso neer. Ja, kijk, dan zijn we daar ook weer vanaf. Alleen die Bronzong is ook wel irritant, hoor, hé. Hoppakee, Reptile naar leveltje 65. En daar is Doublade weer. Maar ik ga nu eerst even voor Bronzong. Maar die kan ik niet raken. Ik maak allemaal foute keuzes weer. Ja, een beetje jammer allemaal. Het mag wel duidelijk zijn dat dit iets moeilijker is dan met de Fire Only Challenge. Daar wals je er echt overheen, al die Steel-type Pokémon. Nu moet je toch wel even iets creatiever zijn eigenlijk. Terwijl, ja, Corviknight nog steeds aan het slapen is. En ik nu ook. Yo, die Bronzong. Vervelend. Hou eens op, joh. Nou, dan gooi ik maar even een Awakening. Het is wel de zaak dat we gelijk even wakker moeten worden hier zo. Hoppakee. En we zijn allebei wakker. Kijk, nice. Corviknight is ook wakker geworden, dus dat is top. Die gaat nu bijna die Doublade slopen, maar niet helemaal. Ik denk dat Corviknight nu zelf down is. Sowieso als... Nee, ik wou zeggen als Bronzong Corviknight gaat aanvallen, maar dat doen ze niet. Maar nu is die wel down, want Doublade gaat Corviknight aanvallen. Hop is gewoon als de tweede Pokémon kwijt. Oh, maar kijk, hier is Cinderace. Ja, dit gaat helemaal goed komen. Een Pyroball. Doe je maar Bronzong? Alsjeblieft, doe maar Bronzong. Nee. Dan doe je hem weer op iemand met 2 HP over. Oh, Hoppie, je bent zo'n nerd soms. Ja, in ieder geval bedankt voor de hulp. Alleen nu kan ik Bronzong dus niet raken. Want ik heb een move gedaan die Bronzong niet raakt. Dus lekker. Wie gaat er slapen? Cinderace gaat lekker slapen. Jullie zitten echt allemaal thuis te denken van... Rick, waarom doe je dan niks aan die Bronzong? Ja, omdat ik er een beetje van uitga dat mijn teammaat ook wel iets kan. Ik doe nu Muddy Water en die raakt er in ieder geval allebei. Golisopod doet het bijna damage. Ja, Bronzong ook niet zo heel veel. Ja, oké, daar gaat de derde Pokémon Ja hoor, daar ga je, Cinderace. Hop wordt echt helemaal kapot gemaakt. Weet je wat, ik ga maar gewoon even voor Drain Punch. Het zal ongetwijfeld niet zo heel veel damage doen, maar dan krijg ik in ieder geval het HP terug. Want nu gaan ze natuurlijk gewoon keihard 2 tegen 1. Golisopod doet echt scissor, die sloopt mij, maar Golisopod is ondertussen ook bijna down. Ach, ach, ach. Bedankt Hoppie, lekker bezig. Als Hop gewoon even die Bronzong had gesloopt, was er niks aan de hand. Ja, maakt niet uit, ik doe het allemaal wel weer zelf. In ieder geval, Golisopod is nu weg, dus dat betekent dat het nu weer 1 tegen 1 is. Dat was de bedoeling. Daarom sloopte ik dus de hele tijd de Pokémon van Sordward, want dan wordt het gewoon weer 1 tegen 1 nu. En extra Cinderace. Oké, let's go. Is dit het einde van Bronzongetje? Hoppakee. Oh, 1 HP weer over. Hoe dan? Ja, nu ben ik er klaar mee, Bronzong. Nou is het echt afgelopen met je. Doei, doei. Dan, Klingo Klangu. En daar ga ik gewoon even een watervalletje op mieten hoor. Hoppakee. Ja, oké, 2 watervalletjes. En Klingo Klangu is kapot, alleen Wild Charge gaat mij slopen. Yup, 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 yup. Weet je wat pas moeilijk zou zijn, jongens? Terwijl we even Klinklen kapot maken. Een monotype Nuzlocke challenge. Dus dan mag je maar Pokémon van 1 type gebruiken. En als je Pokémon down gaat, dan is hij gewoon dood. Dan mag je die niet meer gebruiken. Een monotype Nuzlocke. Volgens mij is dat echt zo pijnlijk. Oké, let's go. Discharge. Nu ben ik er klaar mee. Oké, maar nog niet klaar genoeg. Want Velings doet close combat. Ja, dat is een sterk movie. Maar goed, zijn defense is naar beneden. Zijn special defense is naar beneden. Dus ik denk dat we Velings nu kunnen pakken. Ja hoor, oké. Hey, waarom deden jullie zo lastig, guys? Met jullie lelijke bakkensen. Ga weg. Ga naar een ander land. Ja, dat mag alleen niet. Je mag nu niet over de grens tegenwoordig. Dus dat wordt sowieso een beetje lastig. Maar kijk, zie je? Daar komt ze hoor. De verrader. Ja hoor. Ja, ik heb al lang die dingetjes gepakt die jullie nodig hebben. Hier, alsjeblieft. Ja, je vieze chick, jongen. Jongen, jongen, jongen. Met je wishing stars. Het is zo jammer. Waarom zou je voor hun kiezen? Waarom zou je aan hun kant staan? Ik snap het gewoon niet. Ja, Sonja ook niet. Die zegt ook, why? Anyway, in de volgende aflevering moeten we de andere stadions gaan redden van Dynamax Pokémon. En de volgende aflevering is ook gewoon, als het goed is, de laatste in deze Water Pokémon Only Challenge. We zijn er bijna doorheen, jongens. Doe even een blauw duimpje omhoog, hè. En abonneer op dit kanaal als je meer van dit soort video's wil zien. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/Rikachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!